sta je dan? Op voor je eerste basisplaats? Als jij het zegt, ik weet het niet. Het gevoel heb jij toch ook wel? Ja, het gevoel is goed, maar het is nog altijd aan de trainer toch of die me opstelt. Maar wij denken dat jij speelt. Dat zagen we tegen Mainz al. En heel veel andere smaken aan de rechterkant heeft hij niet. Hij deed het goed. Reden genoeg om jou weer op te stellen, toch? Ja, tegen het meest ging inderdaad prima. Dus ja, ik heb daar goed gevoel aan over gehouden. En nu is het hopen. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor, als het mag gebeuren. Dus, Hoe voel je dat je er klaar voor bent? Nou, gewoon aan deze week heb ik een goed gevoel overgehouden. Ook de trainingskamp was gewoon best wel goed gegaan. En dan wat je zegt, de wedstrijd tegen mij is gewoon prima. Dus ja, zeker. De eerste 10 minuten was het even zoeken, maar daarna was het dan één keer goed, hè? Ja, klopt. De eerste 10 minuten was wel eventjes aanpoten. Gewoon een beetje kijken voor of wat. En later ging het inderdaad gewoon goed. Wat ben je nou voor type speler? Wat ben je voor een voetballer? Ja, ik ben rechtsback. Ik hou wel veel van aanvallen. En zeker ook tegen mij is een 5-3-2 systeem. Dat je gewoon eigenlijk de hele flank hebt, dat vind ik eigenlijk wel lekker, ja. Aanvallende opkomende back? Ja, eigenlijk wel, ja. Type Eboui? Die komt ook vaak mee naar voren. Ja, ik weet niet dat als jij het zegt, dat zou kunnen zijn. Ik weet het niet, gewoon mezelf. Ja, je bescheidenheid siert je, hoor, moet ik zeggen. Bedankt. Maar nu serieus, het gevoel, je hebt toch een klein beetje wat idee dat je er moet gaan staan tegen Heerenveen? Ik heb wel het gevoel, maar ik maak mezelf ook gewoon klaar voor de wedstrijd. En dan als je jezelf ziet bij de basisopstelling, dan ben je in ieder geval ready. Dus dat zou ik zeker doen. Wat vind je dan prettig, dat je dat nu al weet of dat je dat morgen pas in de middag hoort? Ja, het maakt echt niet zoveel uit. Je moet sowieso klaar zijn voor een wedstrijd, vind ik, als je gewoon bij de selectie zit. Dus dat ga ik gewoon doen. Hoe lang kijk je al naar dit moment uit, dat je je officiële debuut gaat maken? Ik kijk sowieso lang al uit naar mijn debuut, al sinds het begin. Ik ben al sinds het begin hier en wel vaak ook erbij gezeten, nog niet gedebuteerd, dus ja, ik hoop het. Je loopt al wat jaren mee hier bij ADO Den Haag. Hoe ziet dan jouw debuut er al die jaren uit, als je erover nadenkt, als je erover droomt? Hoe mijn debuut eruit ziet? Ja, ik weet niet, je hebt sowieso wat scenario's in je hoofd, maar... Schets er is één. Nee, die ook. De mooiste. Ja, ook liever voor mezelf. De ene mooiste dan. Brengt ongeluk. Doelpuntje of de nul? De nul. En dan je directe tegenstander helemaal zoek spelen? Uitschakelen. Weet je al wie het is? Nee, maar ik weet ook nog niet of ik speel, dus. Diplomatiek. Wel van genieten, hè, als je speelt. Ja, dat ga ik zeker doen.